Nou, dag 3. Ik denk dat er wel veel gesneeuwd is, omdat het... Goedemorgen. Ja, het heeft alweer gesneeuwd. Jeetje. Alleen Sieke zijn vader, die gaat dus om 4 uur 's ochtends gaat hij de baan vegen hier. 4 uur 's ochtends. En ik ben ongeveer tot 1 uur of 3 met het filmpje uploaden bezig. Vandaag trouwens later nog. Dus, en dat je moet je voorstellen met zo'n bulldozer. Ik zal hem je laten zien. Dan is het net alsof de hele wereld... Dat is het hele huis staat te schudden. Een enorm lawaai, want er zijn ijzeren rupswanden. Dus dat gaat lekker. Ik hou mijn camera stil, hè. In ieder geval even leuk om de dag te beginnen met de vissen uit het Azokari project. En de vissen die afgelopen oktober, november zijn gekocht, die zwemmen allemaal hier. Veruit het meeste is natuurlijk van het Azokari project. En ik ga nog wat vissen filmen. Die we afgelopen najaar gemist hebben. Dus die zijn wel gemeten door de jongens. Maar nog niet door mij op de film gezet. Theo, nog eentje die gefotografeerd moet worden. En gefilmd. Mooi hoor.
Rolf de Bonnefoy. Oh ja, Yamanaka. Hij zegt, ja, ik heb nog niet gesneeuwruimd. Dat is hier dus, hè, als je even één dag in niet sneeuwruimt. Nou, we gaan even hier nog uitselecteren. En nou, dat wordt mooi. Dat was helemaal gek. Ik heb een heel gaaf visje gezien. Heel apart vis, laat ik het zo zeggen. Ja, even kijken. Heel mooi boxie met 8 vissen. Waaronder een Midori kooi. Hoe heet het? Snow Asagi. Jinjin. 4 stuks. Een Ayakawa. En een. Ik weet het niet hoe je dat noemt. Maar het is wel heel gaaf. Moet je kijken. Heel apart. Vol met dikke grote spiegelschubben, maar ja, een zwart lijntje om iedere schub heen. Heel gaaf. Oh, en Shishui. Dat was ik vergeten. Mooie lijn, witte kop. Goed hoor. Nou, met de shipment volgende week kunnen ze nu wel eventjes hier in het grotere net in de volgende week. Kijk eens dat een zootje sneeuw van die daken afvallen valt. En er gaan ook heel veel mensen in Japan leggen het loodje omdat ze onder zo'n dak staan en dat dan het zootje in één keer naar beneden komt. Vooral als het net aan het smelten is, dan is het natuurlijk enorm veel gewicht en dan is het klaar. Dus wie weet, ligt hier wel een kooi die eronder of zo? Ik weet het niet. Nou, helemaal top. Ik ben eventjes om het hoekje gaan staan. Yamanaka die moest weg. Die had zijn vrouw beloofd om te gaan winkelen. Hij zegt, dan moet ik met die sneeuw weg, maar ze gaan toch. Hij werkt niet meer bij de skilift. Daar hebben we vorig jaar natuurlijk ook weer gezien als parkeerbeheerder en liftbediende. Maar hij is ermee gestopt. Hij is dus vaker in de farm. Maar ja, oh ja. Maar mooie visjes. Hij had dus haast. Dus ik kon niet alle vissen apart fotograferen. Maar degene die ik het belangrijkst vond, die wilde ik eventjes in zijn eentje hebben. Het is natuurlijk, ik zou er niet meer naar een koi show gaan, maar het is wel een unieke vis. Misschien wel voor most uniek, wie weet. Hartstikke leuk. Ga nu weer naar de volgende. Het is 10:55 al. Ik heb wat langer bij de Marucci Koi Farm eigenlijk meer of meer heel veel papierwerk gedaan voor de Azugari. Ja, dat kunnen we wel gaan filmen, maar dat wordt een beetje saai. En nu meer naar beneden. Even naar Torazo en dan misschien sushi. Ja, goed idee. Hoi, daar zijn we weer. Ik ga wel een echte Japaner lijken, man. Ik heb gewoon de auto verkeerd om. Ik herken mijn eigen auto niet meer. Gaat hij nog open? Ja. Wat een honden weer. Ik vind sneeuw wel leuk. Even geen kooi. Ik ga naar een spa.
nee, ik ga niet naar de Spa. Ja, ik ga wel naar de Spa, maar ik ga niet naar binnen. Ik ga, ik had al zo'n Daruma-pop vorige keer beloofd te verloten, maar dat is er niet van gekomen. We gaan er nu nog één verloten en dan als ik thuis ben, gaan we die andere de verloting doen. Kijk jongens, wat een sneeuw. Kijk, allemaal Daruma. Deze wordt het. Weer een Daruma erbij. Dit keer een mooi kleurtje genomen. Paars. Gaan we dus verloten. Zeg, eventjes ook weer op YouTube. Ja, ik wil de Daruma. Of iets anders, maar dan nee, niet dat je iets anders wil, maar maak kenbaar dat je de Daruma wil. En dan verloten we die morgen meteen. Dus vandaag worden er netjes verloot, maar ik moet dus straks kijken onder de ja, YouTube comments. Dat is wel belangrijk dat je het onder YouTube doet, jongens. En dan, dus die ga ik straks verloten. Er waren al heel veel aanmeldingen van de netjes. Kijken hoeveel er nog bij zijn gekomen. En ja, dus morgen de Daruma. Cola is hier al heel erg moeilijk, want dit is een highball restaurant, dus dat highball is met rum en nou ja, water is hier helemaal los. Ik vroeg op een gegeven moment aan de karaoke bar. Maar het is wel leuk, je kan hier in je eentje ook normaal eten, want je kan hier aan de counter zitten. En dan is het wat leuker dan dat je in zo'n hutje zit in je eentje. Heel leuk. En ik dacht, nou ja, zijn de stokjes vergeten? Ik heb hier nu stokjes liggen. En zo hier dus. はい、すいません、こちら、このまま、ガブに、それともチョキチョキ、カットします。どうも。OK です。ありがとうございます。あ、分かる。All right.Thank you.
Het is wel heel lekker, maar dit is zeker scharf om zelfs kan lopen. Zo taai, maar wel heel lekker. Ik ben dronken van het goede man. Ik ben aan de klote. I love you. Ik ben de weerwolf, het is volle maan. Of dat doen we niet hoop. I love you, I love you. Want ik vies mezelf aan, gevecht mezelf aan. Ik zet mezelf een schuld, shit, wat doe ik mezelf aan? I love you. Ik ben dronken van het goede man. Ik ben aan de klote. Ik ben aan de klote. Dat is als ik niet dronken ik was. Ik ben de weerwolf, het is volle maan. Of dat zou we niet hopen. Zou dit niet gebeuren als ik niet dronken was? Want ik liet mezelf aan, gebeurt hem zeldzaam. Ik zet mezelf een schuld, shit, wat doe ik mezelf aan? Shit, ik ben dronken van het goede man. Ik ben aan de klote. Wat een pijn in mijn kaart, man. Wat een pijn in mijn kaart, man. Shit. Zo, einde van dag 3. Ja, dag 3. Ja, het is een heel kort filmpje, omdat ik eigenlijk vanaf een uur of 2 had ik eigenlijk nog wat andere dingen te doen. Veel papierwerk, Azucari dingen nog, ja, dat heeft geen nut om te gaan filmen. Net dus heel erg lekker gegeten. En ik moet nog wat doen, want ik heb natuurlijk zoals beloofd, gisteren beloofd, de schepnetjes. Die liggen op mijn kamer, maar je weet welk schepnetje het om gaat. Uit deel 2. Oh ja, ook voor de mensen die deel 2 niet hebben kunnen zien. Dat komt omdat je vanaf een iPad of vanaf een telefoon kijkt. En er is één nummer heb ik daarin. En dat nummer, de eigenaar van die nummer, die zegt... dat is New York, New York. Van Frank Sinatra. Nou, die meneer zelf doet het niet meer, maar... het bedrijf zegt, het filmpje mag wel gebruikt worden, alleen op de computer, dus daar kan ik niks aan doen. Ik ben het andere mobiel klaar aan het maken, maar dat kost allemaal veel tijd hier met het wifi. En deel 3 is nu belangrijker, dus dat ga ik... dus kijk het filmpje, deel 2, eventjes op, je computer. Ik heb, het zijn er zeker een stuk of 10, 12 of zo... loodjes voor die netjes. Het zijn allemaal. Ik zal. Ik zie hier een. Oh. Een stoffer, een blik bedoel ik. Gaat al goed bij mij. 2 schepnetjes heb ik. De eerste. Arjan Lagerventering, ja. Ik weet niet of hij meteen al scherp staat. Arjan, jij hebt je schepnet, dus je moet volgende keer als je richting Aalsmeer komt, hou er even rekening mee dat je grote auto een lange stil zit gaan. En ja, als ik het op moet sturen, dan stuur ik wel 2 postbodes, geen probleem. En de derde. Nee, tweede. Heel goed, jongens. Tweede.
blijf even kijken, want ik heb nog andere dingen. P. Nijboer. Dat is de naam op YouTube. Ik denk P. Nijboer of nou, in ieder geval, die weet ook gefeliciteerd. Die twee netten zijn dus nu verloot. Gefeliciteerd jongens. Hartstikke leuk dat jullie meededen. Ik had nog iets anders. Terecht kwam de vraag. Waar blijft de verloting van de uiltjes en van de daruma, de rode daruma, niet deze, maar de andere daruma, die er komt. Dit had ik natuurlijk eigenlijk vorige kooihunt nog moeten doen, was in de laatste week. Maar zodra ik thuis ben, de dag dat ik thuis kom, gaan we die verloten. Maar ik heb daar alle loodjes en dan is het ook wel leuk om het belletje en dat soort dingen te laten zien. Maar ik heb vandaag, zoals jullie hebben kunnen zien, een nieuwe daruma gekocht. Nou, mooi paars. Ik denk, nou, dat is wel iets voor jullie. Daruma, ik weet niet of je dat deel gezien hebt van vorig jaar. Of vorig jaar, het klinkt zo ver weg, maar dat is het niet. Het was maar vier weken geleden. Toen was ik met de laatste groep en hadden we ook een daruma pop gekocht. En zoals je kunt zien heeft hij nu twee witte ogen. Eigenlijk zijn ze nog niet ingevuld. Je moet eerst één invullen. Dat is dus inkleuren. En dat moet je met de gedachte doen om een doel te hebben. Dus of een wens. Dus mijn doel is nog een paar kilo eraf te halen. Nou, inkleuren. Als dat dan gelukt is, dan kleur je het volgende oog in en dan is het gebeurd. Maar het kan ook een wens zijn dat je de mooiste kooi kan kopen of selecteren die er is. Of wat je doel maar kan zijn. Deze verloot ik. Het is er één, dus morgen. Deze wordt dus morgen verloot, 100% zeker. Deze, ik zal je een voorbeeld laten zien. Volgens mij... Dit is hem natuurlijk niet, maar om je een idee te geven. Kijk, deze heeft dus twee dichte ogen. Twee ingekleurde ogen. Deze is natuurlijk van Ziege, past niet in mijn koffer en heeft ook echt een hele speciale betekenis. In 2012, de negende, heeft hij een wens gedaan. En in 2015 heeft hij het volgende oog kunnen inkleuren. Dus er is iets, ik weet niet wat, maar er is iets geweest waardoor hij helemaal wijs. Ik denk dat het kooi gerelateerd ook is geweest. Dat is het idee. Alleen niet zo groot, wat kleiner, wat zelden materiaal. Het is allemaal, weet ik niet, papier-mâché of zo. Maar dat is het idee. Deze kan ik niet in de koffer meenemen. Was ik vergeten? Nee, niet vergeten. Morgen. Kano. Daar ga ik. Ja, het zou eigenlijk vandaag zijn, maar dat is morgenochtend geworden. Dan krijg je een hele mooie doos Tosai. Ben je geïnteresseerd om echt hoge kwaliteit? Eerste keus. Hè, die bak die komt dus. Dit is de eerste schep die we mogen gaan doen. Koshiki. Ik heb ze in twee kwaliteit, hoe noem je dat? Twee soorten, twee. Ik heb ze in twee kwaliteitscategorieën. Maar ze zijn allemaal ongeveer 13 tot 16 centimeter. Het is natuurlijk nog vroeg in het tosai seizoen. Dus er zullen een paar iets groter zijn. Maar dat zijn doosjes van 60 tot 70 visjes in een doos. Wil je dus een halve doos of een hele doos? Mail me eventjes voor de prijs. En dan heb je echt de mooiste koshikis die je uit Niigata kan halen. Die je uit Japan kan halen. Morgen weer een langer deel. Ik ga wel wat grappige dingen doen morgen. Ik heb wat extra kaartjes gekocht. Zodat het een mooie lange film kan worden. Hey, bedankt voor het kijken. En als beloofd, morgen weer een lange film. Thank you.